Wat is dit nou weer voor spectaculair kamertje? Ik zeg, als die erop staat, dan koop ik hem. En ja hoor, hij staat erop. Mama. Oh, no. Sergio heeft een dag vandaag, jongen. Dat is niet te harde. Een hangplantje en ik vind dat het toch afmaakt. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tanties. Welkom bij een nieuwe stressvolle video. Ja, je denkt, waar staan ze nou weer? Wat is dit nou weer voor spectaculair kamertje? Nou. Dit is de garderobekamer. En, nou, vooruit. Sergio is druk bezig geweest voordat hij naar zijn nachtdienst moet. Maar, zoals jullie nog weten, waarschijnlijk, wilden wij hier onder de trap iets maken. De deur is er inmiddels uit. Althans, we hebben er gewoon wat uitgezaagd wat de deur gaat worden. En Sergio heeft onze marmeren tegels al gebruikt om een ombouw te maken. Zo. De honden hebben ruzie om eten. Reggie. Oké. Nou, de marmeren tegels gebruikt om een ombouw te maken. Hartstikke goed gedaan. En de bovenkant heeft hij dus zo gemaakt dat we hem nog omhoog kunnen doen en er nog bij kunnen. En nu is hij bezig met het behang wat ik heb uitgekozen. Ik vind hem zo vet. Dus dat wordt spectaculair. En we gaan nog wat leuks doen met het behang. Om het alweer een beetje bij de hal te betrekken. Maar dat gaan we je later laten zien. Ik ben lekker naar een verjaardag geweest van Charlie. Dochter van mijn vriendin. En Jessie is nu de Paw Patrol film aan het kijken. Wat is dat? Een paté? Wat is dat, schat? Ze gaan nog met die jongen spelen. De jongen? Ja. Dat is geen jongen nu. Ik bedoel meisje. Oh, meisje. Meisje spelen. Ja, maar ik denk niet dat zij buiten is. Nee, ze is niet buiten. Helaas, kijk uit voor je vinger. Oké, terwijl Sergio dus even een dutje aan het doen is voor zijn nachtdienst, ben ik even op Paté thuis aan het kijken. En ik zei tegen... Kijk uit. Ik zei tegen Sergio, een van mijn favoriete films is Hook. En dat is, gaat eigenlijk over Peter Pan, die groot geworden is met Robin Williams. En dat is een van mijn favoriete films. Ik zeg, als die erop staat, dan koop ik hem. En ja hoor, hij staat erop. Hook. Dus ik heb hem gelijk gekocht. Mochten jullie hem niet kennen, het is echt een aanrader. Is goed, ga jij maar even lekker slapen. Dan gaat papa. Nummer uno. Ja, dit is precisiewerk, jongens. Deze hier dan. Ja. Ja, we kunnen hem dus niet omdraaien, omdat aan de andere kant zit... Ja, dat is wat minder mooi. Dus in bus naar boven. Dat is precies. Zo, hier zo, denk ik. Ik wil ook niet te veel draaien. En deze. Dat is handdoekhaakje, toch? Ja. Ja. Mooi. Ja, de onder of de boven? Ja. Niet, ja, of we doen ze inderdaad symmetrisch. Ja, dat is een beetje... Ja, dat is wel een beetje gek, hè? Ja. Ja. En we hadden dus eigenlijk het liefst aan die kant de wc-rol gedaan. Ja. Of de wasborstel. Alleen die heeft ook zo'n inbus dingetje. Waar je dan tegenaan kijkt. Dus, ja. Oh nee, we hadden hem eigenlijk liefst daar gehad, bedoel ik. We hadden hem liefst daar gehad. Ja, maar dan zie je dus het dingetje. Ja, schat. Ga jij even stofzuigen? Ja, maar waar is dit? Waarom moet
in. Ja, die moet daarin. Laat mij dat maar doen. Nou, kan eventjes niet. Succes! Sergio heeft een manier gevonden om zijn zin te krijgen. Ik wou zeggen dat dit niet kan. Ja, jij wilde deze aan de zijkant van de muur, maar ja. Ik kan hier tussen die boren, denk ik. Nee, de boren is waarschijnlijk te groot. En Sergio die wilde me eigenlijk het liefst daar. Ik vind het minder mooi. Maar goed, wat niet kan, dat kan niet. Ik ga het wel voor je proberen. Papa beschadigt de steen. Kom maar hier. Hier blijven weg met dat ding. Niet meer spelen. Wat is de beurt? Wat is de beurt? Hopelijk valt het eroverheen. Goedemiddag, wij zijn op pad. We zijn namelijk in Oosteind. Oosteind. Ja, op de boerderij. Van zijn zus en zwager. Ja. Want de nichtjes zijn jarig. Ja, Mienke en Esmee zijn jarig geweest. Dus ze zullen even lekker slapen in de auto. Ja. Dus dat is fijn. Ik ook bijna. Ja. Ik haat nachtdiensten. Ja. En dan moet je daar ook nog een keer toe. Ja, nog eentje. En ik ook, want ik slaap dus ook dan bijna niet. Hè? Dus dat je het even weet. Het is gewoon nachtdienst voor twee. Waarom slaap jij dan niet? Gewoon omdat ik jou mis naast mij. Mis jij mij? Ja. Mama mist mij. Ja? Nou, mis let's go. Voor een huis. Cadeautje. Dankjewel. Super donker, hè? Heel benieuwd. Oh ja, zo echt. Goedemorgen. Wat? Ja, ik wist het natuurlijk. Ja, maar je wist het ook weer niet meer. Nee, ik wist. Elena zegt ja, hier, cadeautje. Ik, hè? Primo, hè? Gaaf. Wat is dit? Ja, joh. Oh ja, vet. Vet. Ik wist het. Nee. Want Richard zei: hebben ze geen koeken? Wat staat nou geen koeken in? Nee, ik wilde dat niet. Vet. Ja, super gaaf. Heel gaaf. Doet hij ook zo'n fluitje? Maar? Als het goed is wel. Zo, cool. Ja, anders stuur hem terug. Ik wil geen fluitketel zonder fluitje. Wat zeg je? Die onder een boek. Ja, ja. Die onder een boek te gaaf, hè? Heel cool. Ja, het is lekker groot ook, hè? Top. Hij ziet er heel cool uit. Super cool. Dankjewel. Dankjewel. Goedenavond. Het is alweer, 5:05 s'nachts. Ja, ik ben de hele tijd bezig geweest met onze slaapkamer even een keer op te ruimen. Dus om de voorraadkast op de eerste verdieping weer in bakken te vullen en al mijn make-up en alles goed uit te zoeken. Maar ja, het is dan even het moment dat ik dat allemaal kan doen als Jesse Silver op bed ligt en Sergio die heeft nachtdienst. En aangezien ik toch alles aan het opruimen was, dacht ik gelijk, ik ga even het passepartout, zoiets. Ja, dus ik dacht ik ga eventjes de passepartout van Sergio, waar ik het vorige keer over had, dat hij droogbloempjes had
op bloempjes had ingedroogd en er mooi gedichtje bij had geschreven. Maar die zat dus in een lijst wat eigenlijk helemaal niet meer past. Want het is allemaal zilver en grijs. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een veel kleinere lijst gekocht. In de hoop dat die zou passen. Nou, dit is hem. Dat Sergio toen super romantisch een hele tijd voor mij stiekem bewaard en gemaakt. En heeft erbij geschreven, it seems these flowers died. Instead I captured them in bloom. Love forever and ever, petrified. En dus, deze moet er nu overheen komen en hij past, nou, laten we maar zeggen precies, of misschien net niet, maar zo vind ik hem ook erg leuk. Dus ik ga even knippen en dan kan hij erin en dan past hij weer helemaal in het huis. Het kost even wat moeite, maar hij zit erin. Schattig. Hallo, we zijn weer druk aan de klus. Oh schat, je moet het geluid even uitdoen. Ik ga het geluid uitdoen. Schoonzus is op bezoek. En die is aan het helpen met de glazen schoonmaken. Het scheelt toch alweer gelijk. Hè? Ja. Ik weet niet voor hoe lang, maar het scheelt wel al gelijk een hele hoop. En we zijn weer druk aan de klus. En we zijn dus bezig met de garderobekast. Ik mag wel zeggen dat ik wel trotse gevoelens koester vandaag. Ja, toch? Ja. Want ons idee was dus om een deur te maken van de garderobekast. Oh, ja. Kom maar niet. Komt u niet. Van hetzelfde behang. Als die we in de garderobekast hebben gedaan. 1, 2, 3. Scherp. Oh. Sorry. Ja, ik vind hem echt super gaaf. En we gaan er nog een lijst omheen doen. Om de oneffenheden weg te werken. Maar dit is dus eigenlijk dan een deur. Die naar binnen open gaat. Ja, prachtig schat. Heel mooi. Howdy. Howdy. Daar zet ik mijn pet vanaf. En mijn hoed. Zo, nieuwe dag, nieuwe kansen. De vorige keer ging het niet helemaal lekker. Hebben tegel beschadigd. Maar ik heb speciale droogboordjes met wax. Super goed voor tegels, schijnbaar. Dus ik ga een nieuwe poging wagen. En hopelijk dat ik dit keer niet een half tegel ervan af stoot. Dat willen we dit keer niet hebben. René heeft al een beetje bijgetipt met de blauwe kleur. Dus schade is beperkt. Maar nu moet het gewoon goed gaan. En hopelijk kan ik zo meteen alle sanitaire accessoires ophangen. En is het toilet in ieder geval klaar. De badkamer ga ik niet aan toekomen, maar het toilet wel. Dus ik hoop dat alles goed komt. De accessoires hangen. Dat is nog geen makkelijke klus. Want het boordje wilde nog steeds niet meewerken, dus er zal misschien toch nog een keer een speciale boor voor moeten komen. Ik kwam er bijna niet door de tegel heen. Maar moet je kijken. Mooi hè? Een toiletrolletje hangt er ook op. En voor de grote boodschap. Ja. Ook mooi, hè? Zeker. Ja. Ben je blij mee? Ik ben er blij mee. Nu nog een leuk handdoekje. Ja. Die over het... Die heb je nog niet laten zien. Ja. Handdoekhoudertje. Ja. Oh. En hopelijk morgen boven. En nu ga ik op de bank ploffen. Oh my god, wat zit hier op de bank? Wat is dit voor groot creature? Of een kakkerlak? Oh nee, wat ook hoor. Dat is een vlinder. Is het een vlinder? Een vlinder. Is het niet een mot?
Hey, wat mot jij hier? Wat motten? Laten twee motten in haar jas. En dit, hij is niet schuw, zeg maar. Wat ga je er nog wat mee doen? Ik ga er wel wat mee doen. Hij is het verstandig om het te laten zien. Nou ja, als de vlinder is, hoeft hij niet dood, toch? Hij legt toch maar één dag. Ja, waar ga ik hem laten doen? Nou, buiten, in een potje. Ja, pak hem gewoon in een potje, poepie. Ja. Ah, nee. Pak gewoon een potje. En dan een ding ertussen. Elimineren, Jan. Breek anders het glas even. Sergio heeft een dag vandaag, jongen. Dat is niet te harde. Nee, ik kan niet meer. Nou, dan kan hij gelijk weg. Luister. Jessie is alleen maar aan het huilen. Hij is al gesmolten. Pas wel zijn keel. Mijn kitlijm houdt, mijn kit spuitpistool dinges houdt ermee op. De balks lopen niet recht. Ik meet iets af en het is alsnog te kort. Ik ben er klaar mee. Ik weet niet hoe het met jou zit. En nou breek ik ook nog een van onze fijne glazen. Waar we er maar van twee van hebben. Links. Dat is rechts. Heel goed. We zijn heel leuk naar het tuincentrum geweest. Nou, dat is wel leuk. We kunnen wel zo, voordat we de vlog afsluiten, in ieder geval, want beneden hebben we alles opgehangen, maar nou, boven gaan dat, we even de wisser. De dat is ook. Ik was. Oh, ja, sorry. Kunnen we even de vloerwissel ophangen? Ja. Ja, de haakje zit er al in. Oh, die heb je al goud gemaakt. Ik was dus met die toiletaccessoires bezig en dat ging ook niet van een luie dakje. Dus mijn klusaspiraties voor deze week zijn eventjes op een lager pitje. Ja. Over pitjes gesproken. Leuk te even mee. Ondertussen blijft die mot gewoon zitten, maar die. We hebben vandaag heerlijke pasta. Spekjes. Ik heb tussen. Dat wordt de pasta. Ja. Spekjes. Ik heb gisteren een heerlijke broccoli soep gemaakt. Ik ben inmiddels alweer 3,5 kilo afgevallen. Ja. Ik ga me zo meteen buiten zetten. Want dat wil mama. En van die broccoli soep maak ik nu zeg maar een pasta saus en dan maak ik gewoon wat spekjes en dan doe ik wat basilicum doorheen, parmezaanse kaas, die ga ik nu koken. Goed idee? Dat wordt de pasta saus. We gaan even een vlinda buiten zetten en de pasta koken en Jesse is alleen maar aan huilen en ik kan daar gewoon niet tegen. Het zit echt zo hoog in mijn irritatielevel. Vooral omdat ik hem gewoon niet kan troosten. En dan denk ik, praat dan gewoon. Hij wil niet praten. En dan is het alleen maar. Hij is gewoon niet lekker. Hij is heel aanhankelijk en dan wordt zo knuffelig. Ja? Vannacht zaten zijn ogen dicht, konden zijn ogen niet open doen. Dichtgekoekt. Ja. Ga ze maar met papa vlindertje buiten zetten? Ja. Gaan we de vlinder buiten zetten? Vlinder? Ja, dat is een vlinder. Gaan we buiten zetten. Oké? Okay? Ja. We staan. Doen we met een glas. Niet aanzitten, Jessie. Want dan gaat hij weg. Even wachten op papa. Hier hebben we een kaartje. Dan kan je erachter schuiven. Oh ja. Man. Ik maak hem juist niet dood. Ik ben een echte dierenliefhebber. Kijk je? Dan zet ik hem buiten. Dat is mooi, hè? Wil je hem daar buiten zetten? Daar, hier zit zijn huis. Maar hier is zijn huis, want hier is het bos van plantjes. Zullen we kijken? Ja.
Vlieg. Vlieg, vlinder, vlieg. Zo, je bakkes. Vliegt er zomaar op je... Hij zit op je been! Nou ja zeg, wat een maffe vlinder. Gaat hij gewoon weer naar binnen, weet je wel. Volgens mij is die vlinder niet meer helemaal goed. Jesse, kom maar. Jesse. Hij vloog bijna terug me aan. Dat was bijna in je jurk. Ah, ja, in mijn been. Oh. Ja, we begonnen met een lekker hardlopartij samen met buurman... Cor. Helemaal vanaf. Hoe kan dat dan? Oh, snel, kom. Kom. Doe maar je broek omlaag. Doe maar daar. Doe je broek maar omlaag. Ja. Ja, doe maar daar. Dat vindt hij leuk hoor. Plassen in de tuin. Kijk. Ja, dat kan ik jullie niet laten zien, want dan worden we gestrijkt. Nou, het is wat allemaal. Ik ga jullie even nog een klein stukje van de badkamer laten zien. Nou, we zijn dus even naar het tuincentrum geweest. En toen, ik wilde graag een plantje in de badkamer. Maar ja, wij hebben geen ramen. En de meeste planten hebben toch echt wel licht nodig. Dus ik heb een nepplantje gekocht. Een hangplantje. En ik vind dat het toch afmaakt. Wat vinden jullie? Cute toch? Ik vind van wel. Maar kijk eens. Dit haakje was dus zilver. Terwijl de rest goud was. Dus dat vonden we niet zo mooi. Dus een klein detail. We hebben hem goud gespoten. Dus nu past hij gewoon hartstikke mooi. Kijk. Nou, deze gaan we dus nog ophangen. En we willen het waarschijnlijk met kit gaan doen. Zodat we niet in de muur hoeven te gaan boren. En we gaan hetzelfde gaan doen met onze wc-rolhouder. Of wc-borstel, wc-rolhouder en wc-reserverolhouder. Maar we zijn er super blij mee. Dus hopelijk gaan jullie dat afzien in de volgende vlog. Maar in de wc hebben jullie het natuurlijk al gezien. Voor alle items kun je gewoon in de beschrijving kijken als je ze ook wilt hebben. Maar we zijn er echt super blij mee. Dit is het uitzicht van onze slaapkamer. Waarschijnlijk komt woensdag of het bed of de inloopkast. We weten het niet. We moesten ergens akkoord voor geven dat ze lang zouden komen. Dus het is nog even spannend wat er gaat komen. Maar we denken één van de twee. Maar ik vind het toch wel een leuk hoekje hoor. Zo, kijk dan. En lekker licht hier zo. En ik ben lekker kleurig gekleed vandaag. Nou, vonden jullie dit weer een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Tot de volgende vlog. Now with you.